Het is altijd, altijd een mooi gevoel om voor je land te kunnen spelen. En als we daar in Indonesië spelen, dan zit het altijd vol. Het leeft daar. Ja, en het is gewoon heel mooi. Want voetbal is booming in Azië en dus ook in Indonesië. Dan maakt het extra speciaal dat ze hem in Nederland komen halen. Meestal zijn het alleen maar spelers vanuit Azië, omdat ze toch vrijwel een lange periode van de club weg moeten. En het is mooi dat Telstar en de club mij gewoon die kans gunt. En dat is alleen maar mooi. Maar voor het zover is, traint hij nog gewoon mee bij Telstar. Ook trainer Michel Vonk is blij voor zijn middenvelder. Ook al moet hij hem een maand missen. Natuurlijk, je mist hem. Maar uiteindelijk hebben we genoeg spelers. En ik vind ook dat hij de kans moet krijgen om als international zo'n iets mee te maken. En voor hem is het persoonlijk een mooi iets. En kan hij zich veel verder ontwikkelen. En dan word je met Indonesië gewoon kampioen, toch? Laten we het hopen. Als we ver komen, dan ben ik wel een langere periode weg. Dan duurt het tot 17 december. Dus, maar ja, we moeten eerst nog de poolfase doorkomen en die begint 16 november tegen Thailand.